Vandaag staat de eerste training van onze nieuwe interim hoofdtrainer John van het Schip op het programma. En daarmee is de terugkeer van een echte Ajaxiet een feit. De 59-jarige van het Schip werd in Canada in Fort St. John geboren. Op 8-jarige leeftijd vertrok hij naar Nederland. Na 3 proeftrainingen bij Ajax kreeg hij tot zijn grote vreugde te horen dat hij mocht blijven. Binnen de club vervulde hij vervolgens verschillende rollen. Daarover later meer. Eerst is het tijd om lekker te trainen. Smaal, hè? Kijk, de Marietje. Zoiets! Marietje. Waar kan ik aan zitten? Hé, hé. Laat niet gaan. Ik weet de weg hier, denk ik. Ik weet het ook niet. Ga ze allemaal andersom, René. Dit is Henry van Krasky. Als wat dit moet, jij weg. Ja, dat is goed, maar toch? Ja, dit is nog maar een beetje. Mooi, hè? De handschoen, maar het is koud, hè? Thank you.
Van het Schip stond bekend als een sierlijke rechtsbuiten met een prachtige passeerbeweging. Hij speelde onder echte Ajax-trainers zoals Louis van Gaal en Johan Cruijff. In zijn tijd als speler bij Ajax is hij 4 keer landskampioen geworden, won hij 3 keer de KNVB-beker en veroverde hij de Europa Cup 2 en de UEFA Cup. In Oranje kwam hij tot 41 interlands, waarin hij 2 keer scoorde. En uiteindelijk natuurlijk in 1988 Europees kampioen werd. In zijn 348 wedstrijden als speler van Ajax wist hij 33 keer te scoren, waaronder deze beauties. Inzet van de lijn gehaald en dan toch het doelpunt. Johnny van Schip. Herp verslikt zich dan, zodat Ajax dan toch mogelijk een voorsprong kan komen. Daar komt Van Schip. Daar is de treffer. Van Schip. Ja, daar had Van Gerwen niet op gerekend. Van Schip kappen, schuiven nu. Oh, wat is het mooi. Johnny van het Schip, prachtig doelpunt. De Wit nu een keer langs Weggelaar. Mooi doelpunt! Larsson. Het schot van het Schip. En het is nu wel 0-2. Nou zeg, is dat een beauty. Johnny van het Schip. Van het Schip. Mooi schot. Goal. Prachtig doelpunt. De Jong moet redden. Van Schip scoort. Na zijn voetbalcarrière ging Van het Schip de trainerswereld in. Tussen 1997 en 2004 bekleedde hij verschillende functies bij Ajax, zoals jeugdtrainer, assistent van het eerste elftal en hoofdcoach van Jong Ajax. Tussendoor was hij ook een seizoentrainer bij FC Twente. En in 2008 keerde Van het Schip opnieuw terug bij Ajax als assistent van het eerste elftal. Na 7 jaar bij verschillende clubs in Mexico en Australië te hebben doorgebracht, werd hij hoofdtrainer van PEC Zwolle en bondscoach van Griekenland. En nu hij opnieuw terug is bij Ajax, is de cirkel echt helemaal rond. Dit was hem dan, de eerste training onder leiding van John van het Schip. Wil je nou meer weten over onze nieuwe tijdelijke interim manager? Wat een weertje. Lekker hè? Dit was hem dan, onze eerste training onder leiding van John van het Schip. Wil je nou meer weten over onze interim trainer? Bezoek dan even onze website of app, daar kun je veel meer over hem vinden. Zoals bijvoorbeeld zijn top 10 mooiste doelpunten en een uitgebreid interview. Voor nu heel graag, tot later!